Welkom bij Rijnmond Nieuws. Straks Feyenoord selectie vormt erehaag bij crematie van clubicoon Fred Blankemeijer. Nu eerst het nieuws van dit moment. De sleeboot die donderdag kapseisde bij Hoek van Holland is nog steeds niet rechtgetrokken. Dat zou zondagmiddag om 3 uur gebeuren, maar dat is dus tot nader orde uitgesteld. Volgens de politie is de kans klein dat de vermiste Belgische kapitein nog aan boord is. Een duiker zocht vrijdagnacht in de zeesleper naar de vermiste man, maar zonder resultaat. De politie gaat ervan uit dat de kapitein niet meer in leven is. In Rotterdam hebben zaterdagavond zo'n 2500 mensen de 14e editie van het Lezersfeest bijgewoond. Het feest is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste literaire evenementen van Nederland. Onder de aanwezigen waren bekende auteurs uit binnen- en buitenland. Het Lezersfeest richt zich op alle lezers, zowel van detectives, streekromans en science fiction, als van poëzie en essays. Voor het in juli 2009 vermoorde meisje Sharifa uit Rotterdam is dit weekend op internet een bijzondere videoclip uitgebracht. Het nummer Verloren is gemaakt door zangeres Sandra Remer en een vriend van Sharifa, artiest en tekstschrijver Luc Wegels. Het lied wordt mogelijk gekoppeld aan een campagne van de Landelijke Stichting tegen Zinloos Geweld. Sharifa werd in haar appartement in Schiebroek vermoord door haar ex-vriend, politieman Quincy M. En dan het betaald voetbal van dit weekend. In de eerste divisie kwam FC Dordrecht zaterdagavond thuis tegen FC Eindhoven niet verder dan een 2-2 gelijkspel. De ploeg van trainer Henny Lee staat in de Jupiler League nu op de 10e plaats. Sparta kan de titelaspiraties nog steeds niet waarmaken. De Kasteelclub verloor vrijdagavond in Leeuwarden met 3-1 van Cambuur. In de eredivisie ging Excelsior zaterdagavond met 4-2 onderuit bij PSV. En de wedstrijd van Feyenoord tegen Heerenveen is zojuist begonnen. In de Rotterdamse Waalhaven is nog steeds niet begonnen met het omkeren van de sleepboot Fairplay 22. Het schip kapseisde donderdag in Hoek van Holland toen het assistentie verleende aan een veerboot van Stena. 1 bemanningslid kwam om het leven, 3 werden gered. De kapitein wordt nog steeds vermist. De Fairplay 22 werd vrijdag naar de Waalhaven gesleept. En daar staat nu verslaggever Geert-Willem Overdijking. Geert-Willem, hoe ver staat het met de werkzaamheden? Ja, Karin, het is van hieraf eigenlijk alleen maar te zien. Maar we weten het niet helemaal zeker. Het enige wat we zeker weten is dat, zoals je al zei, het omkeren en het takelen vandaag niet meer zal gebeuren. Het schip ligt achter ons daar onder water in de takels van die drijvende bok. Vrijdagavond hier naartoe gesleept. Er is toen ook gezocht aan boord van de Fairplay 22 door een duiker op zoek naar het lichaam van de vermiste kapitein. Maar de politie heeft niet heel veel hoop dat lichaam nog aan boord is. Vrijdag is het door die duiker niet gevonden. En omdat die duiker niet overal in het schip is geweest, is niet helemaal zeker of die inderdaad niet meer aan boord is. En vandaar dat het boven water gehaald moet worden. Dat is dus dit weekend uiteindelijk niet gebeurd om verschillende redenen. Er waren onder meer problemen gisteren er was de vrees gisteren dat er olie zou lekken uit het wrak. En daardoor is er eerst een oliescherm omheen gelegd. Je kan dat ook misschien nog zien. Het begint inmiddels donker te worden. Er vaart ook een oliebestrijdingsvaartuig rond hier in de haven. En vandaag waren er problemen met de bekabeling. Dus het vastmaken van de kabels aan het wrak. Hoe dat allemaal precies zit, we weten de details niet. We weten alleen dat daardoor het takelen steeds opnieuw werd uitgesteld. Dat zou eerst om 1 uur vanmiddag zijn, toen om 3 uur. En inmiddels is besloten, er wordt vanavond misschien nog onder water geprobeerd om het schip te keren. Maar het boven water halen, dat gebeurt morgenochtend pas om 9 uur. Ja, dan is er in de nasleep van het ongeluk wat chagrijn bij de KNRM, de mannen van de reddingsmaatschappij in Hoek van Holland. Hoe zit dat? Ja, dat klopt. Vinden ze zelf in elk geval relatief laat gewaarschuwd na het ongeval. En ze zeggen daardoor waren we er ook laat bij. De 3 drenkelingen die van de sleepboot af waren gevallen zijn, die zijn toen gered door een schip van het loodswezen. En dat had de KNRM natuurlijk liever zelf willen doen, dus daar balen ze een beetje van. Dat is inderdaad al frustrerend, zeker omdat dit al de derde keer is op rij eigenlijk dat wij vrij laat worden gealarmeerd. En dan denk ik van ja, dat zijn toch wel gemiste kansen. Omdat toch de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij bij uitstek geschikt is voor het redden en behandelen van drenkelingen. Wij zijn per definitie
voor redden op zee. En aan de binnenkant wordt dat meestal gedaan. Dat is de waterpolitie, Rotterdam Port Authority. Maar ja, in dit soort ernstige situaties denk ik van ja jongens, je hebt toch een stelletje vrijwillige professionals in huis die heel veel kunnen. Ja, en dan is er toch denk ik een gemiste kans dat je die heel laat waarschuwt in mijn optiek. Had het, dat is natuurlijk wel dan de vraag, had het in dit geval verschil gemaakt, denkt u? Nee, absoluut niet. Ja, verschil had het dus niet gemaakt deze keer. Maar het lijkt een beetje alsof er dus een soort van competentiestrijd aan de gang is tussen de verschillende reddingsdiensten. Hier in de Waalhaven wordt in elk geval doorgewerkt. Een deel van vanavond, misschien ook de nacht nog door. En voordat we de Fairplay 22 boven water gaan zien, ja, dat zal morgenochtend pas zijn. Dankjewel, Geert Willem. Bert van Marwijk, Willem van Hanegem, Thijs Liebrechts, Paul Bosveld en honderden andere Feyenoorders, bestuursleden, voetballers en supporters waren zaterdagmorgen aanwezig bij het afscheid van clubicoon Fred Blankemeijer. Mr. Feyenoord overleed vorige week maandag op 84-jarige leeftijd en werd gisteren geëerd in Crematorium Rotterdam in Lombardije. Supporters, de huidige selectie, bestuursleden en vrienden maken een erehaag voor het icoon wanneer de stoet het terrein van het crematorium in Lombardije binnenrijdt. Fred Blankemeijer, voor velen ome Fred, overleed afgelopen maandag op 84-jarige leeftijd aan de gevolgen van een longontsteking. In de ruim 70 jaar dat de Rotterdammer lid was van de club, bekleedde hij tal van functies. Van voetballer tot scout en perschef. Hij kon de pers, als het vervelend werd, ook op een gegeven moment zeggen van nou heren, dit was het dan. En de wijze waarop hij dat deed was dan nog zo charmant dat iedereen dat weer pikte. Hij sprak ook iedereen aan, maakte niet uit wat voor functie was met jochie. En dat pikten we ook allemaal. Ik ken hem vanaf mijn zesde jaar, toen ik bij Feyenoord begon. Toen kwam ik in alle hoedanigheid kwam ik hem tegen als leider, als bestuurslid, mijn eerste contractbesprekingen. Dus ja, het is voor mij echt ome Fred. Ja. Hij had ook bepaalde cynisme. En zelfspot, en daar hou ik zelf ook wel van. Dus wat dat betreft konden we het goed overeenkomen. Ook een afvaardiging van Ajax, toch de aartsrivaal van de Rotterdammers, was aanwezig om Blankemeijer de laatste eer te bewijzen. Het was altijd heel prettig om met die man te werken, om hem te kennen ook en om dingen te delen. En te beseffen dat bij iedere club eigenlijk mensen werken met eenzelfde instelling. Ja, je kan rivaliteit hebben, maar haat bestaat niet. Ik zal nooit vergeten, dan kwam je aan en dan moest je in het liftje naar boven. En dan stond hij altijd te wachten. En dan sloeg hij, want hij moest dan aan hem opkijken. En dan sloeg hij zijn arm omheen en zei hij, zo knul, van harte welkom. Nou, en dan bracht hij je naar boven en dan was je in één keer thuis. Bij de uitvaart waren zo'n 500 mensen aanwezig. Ook voor de thuiswedstrijd tegen Heerenveen vandaag heeft Feyenoord stilgestaan bij het overlijden van Blankemeijer. Wat is het populairste gedicht van Cees Budding? De 25e sterfdag van de Dordtse dichter wordt deze maand herdacht met onder andere deze verkiezing. Ondertussen splijt de dichter de stad in tweeën, want wie kent hem nou nog? En dan is er ook nog de gemeenteraad, die de vergadering niet wil openen met een gedicht van Budding. Het zijn de kleine dingen, ik weet het. Een vriend uit Twente die ieder jaar naar Normandië ging en die ik de havens liet zien, riep verrast. Maar Dordt is veel mooier dan Honfleur. Het kan zijn, maar als mannen alleen van mooie vrouwen hielden, werd er weinig getrouwd. In de Vleeshouwerstraat hebben winkeliers 10 gedichten van Budding in de etalage gehangen. Iedereen kan stemmen op zijn favoriet. Dat dit in de Vleeshouwerstraat gebeurt, is geen toeval. We lopen nu zeg maar zo'n beetje op de plek waar boekhandel Versteeg zat. En als hij dan een mooi boek had, maar het was eigenlijk te duur. De band tussen hem en de boekhandelaar, die was zodanig dat de boekhandelaar dus Versteeg dan dat boek pakte. Per ongeluk even liet vallen, zodat er dan een ezelsoor aan zat of wat dan ook. En dan zei hij, god, dat is nou ook jammer, ja, dan moet ik je maar een korting geven. 20 november begint de Buddingweek. Er zijn voordrachten, onder andere door Nico Dijkshoorn. En er verschijnt een 1100 pagina's tellende biografie. Dat is handig, want lang niet iedereen kent Budding. Wie was Kees Budding? Schrijver, dichter, een Dordtse. Soms is het heel een beetje afwijkend van het normale, zeg maar. Is de stadsdichter? Is dat die meneer die je vorige keer zit te tekenen en ook die gedichten erbij gemaakt? Nee, hij is al dood. Oh, hij is al dood. Oh. De Dordtse gemeenteraad wilde ook al niet meewerken. Een voorstel om voor één keer de vergadering te openen met een gedicht van Budding haalde het niet. Tot teleurstelling van het Buddinggenootschap. Ik vond dat het eigenlijk wel gepast was, want ook de Tweede Kamer wordt regelmatig met poëzie geopend. Andere gemeenteraden doen het ook. Dus ja, wellicht bij een volgend jubileum. Het was jammer. Als je houdt van Dordt,
houd je niet alleen van het Groot Hoofd, de Damiatenbrug, het Bolwerk, de Pottenkade, maar heb je een even groot zwak voor de Stoofstraat, de Hoge Bakstraat, het Wilgenbos. Plekjes waarvan geen toerist ooit een dia nam, want Dordt is niet alleen de rivier met al wat erop en eraan hoort, maar een brok atmosfeer, een klimaat waarin je misschien wel geboren moet zijn om er blijvend te kunnen ademen. Rotterdam krijgt een eigen versie van het Boekenweekgeschenk. Het eerste Rotterdamse cadeauboek is geschreven door de Vlaardingse schrijver Alex Bogers en is vandaag gepresenteerd. Het boekje, getiteld Ziel, gaat over de Rotterdamse Cedar Soares, die in 2003 op metrostation Slingen werd doodgeschoten nadat hij een sneeuwbal op een auto had gegooid. Het literaire café Tjechov en Co. aan het Deliplein in Katendrecht vanmiddag. In dit pand, dat nog druk verbouwd wordt, laten de Rotterdamse uitgevers en boekhandelaren hun nieuwste werken zien. Dit is ook de plek waar het allereerste cadeauboek het levenslicht ziet. Een boekje van Alex Bogers uit Vlaardingen, dat lezers gratis krijgen bij aankoop van een boek uit Rotterdam. Het cadeauboek heeft de titel Ziel en is gebaseerd op de moord op Cedar Soares. Het 13-jarige jongetje werd in 2003 doodgeschoten toen hij sneeuwballen gooide vanaf een parkeerdek bij metrostation Slingen. Het is absoluut geen thriller, het is ook geen sensatieblust boekje geworden. Het gaat ook niet over de moord aan zich. Het is niets meer dan een viering van een jonge jongen van 13 jaar met talent, met hoop, met dromen. En die eigenlijk op weg was naar iets heel moois en wat abrupt tot een einde is gekomen. Het boek gaat dus over het leven van de jongen voor de moord. Het verhaal is fictie, maar met toestemming van de familie. Het deed me ook heel wat dat de familie er wel achter stond. Maar het is grotendeels fictie. Ben je niet bang dat door dit verhaal er een soort beeld om hem gaat ontstaan dat eigenlijk gewoon fictie is? Nee, eerlijk gezegd niet, want zoals je zelf al zei, in het boek heet de hoofdfiguur heet anders. Hij heet Socrates Tavares. Het is eigenlijk echt een fictief romanfiguur. Dus, Vandaag is het allereerste exemplaar uitgereikt aan Jeanette Soares, de zus van Cedar. Ik wil je dit gewoon geven. Ik wil je onwijs bedanken voor je geloof in mij en voor het vertrouwen. Ja, nou, dank je. Ik denk niet dat ze net iets gaat zeggen. Nee. Ja, ze is natuurlijk benieuwd. Want ze heeft me het volste vertrouwen gegeven dat ik er iets moois van maak. Of heb gemaakt. En nou ja, goed. We hebben afgesproken dat zij mij nog in een lange uitvoerige mail, waarin ook de familie de mening mag verkondigen, dat ze die zou opstellen en mij zou sturen. Dus ik wacht het af. We besluiten deze uitzending met het weerbericht. Vanavond en vannacht is er veel bewolking en eerst valt er nog regen. Daarna volgen er opklaringen en bij een afnemende wind daalt de temperatuur naar 5 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en het blijft vrijwel overal droog. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten en de temperatuur loopt in de middag op naar 10 graden. Dinsdag blijft het op de meeste plaatsen droog en in de ochtend is er kans op mist. Het wordt met 9 graden wat frisser en er staat weinig wind. En de dagen daarna is er weinig verandering. Wolkenvelden, af en toe zon en kans op mist in de ochtend. De middagtemperatuur schommelt dan tussen de 6 en 8 graden. En dit was Rijnmond Nieuws van zondag 14 november. Meer nieuws op rijnmond.nl. Ik wens u verder nog een hele mooie dag en graag tot morgen. Dag.